Hallo en welkom bij Front Row. Vandaag heb ik de eer om Jackie Jam hier bij mij te ontvangen. Shari, Joey, Tom, welkom. Dank je. Hoe gaat het met jullie? Goed. Goed? Ja. Vertel, Jackie Jam, waarvoor staan jullie? Wat doen jullie? Voor mensen die jullie nog niet kennen. Jackie Jam, we hebben dat altijd omschreven als Guilty Pleasure Synthpop. Omdat we heel erg in de 80s synths en beats zitten. Maar we zijn daar eigenlijk een beetje uitgeëvolueerd, denk ik. Hè? We zijn met de platen maken, zijn we toch eerder richting... hoe moeten we het noemen, Joey? Blijft funky, blijft groovy. Dus dat is onze core. Maar het is wat meer... Funky pop. Ja, zoiets. Ja? Dus jullie maken eigenlijk ook muziek voor de liefhebbers van funky pop. Nog altijd van 80s muziek? Dat blijft er zeker in zitten. Ja. 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 Als je zo'n band zou moeten zoeken met wie dat je eigen zou kunnen vergelijken, bestaat het? Eerder naar opkijken, denk ik. We kijken ook naar Parcels. Ja. Absoluut. Ook naar oude helden. Waar we vaak mee werden vergeleken, vooral met de twee eerste EP's, is met Chromeo. Dat ligt wel heel erg in onze lijn. Alles wat dat Wolfpack maakt en afleidingen daarvan. Ja. En zijn dat ook jullie grootste inspiraties geweest? Voor deze muziek misschien wel, ja. We luisteren ook nog naar andere muziek, onze smaak zijn wel uiteenlopend, maar voor dit project wel. Ja, ja. En wat maakt jullie anders dan andere bands? Het enthousiasme, denk ik, op het podium. Ik denk dat wij wel aanstekelijk zijn als we op het podium staan. Ja, want jullie zijn met 10. Ja. En wij staan ook echt absoluut niet stil. Dus de hele tijd springen, dansen. In de hoop van dan het publiek natuurlijk ook mee te krijgen op die manier. Zonder te moeten inboeten op muziek. The never stop dancing, letterlijk. Ja, exact. Dan gaan we even naar het begin van de band. Hoe is die ontstaan? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Het is vooral bij u begonnen. Ja, ik had met een laptop een paar ideeën gemaakt. Elektronisch muziek, zo 80s inspired ook. En als die tracks klaar waren, dan miste ik zoiets. En dat waren gewoon stemmen. Want ik ben altijd al een pop-songwriter geweest. En dan heb ik Tom gebeld, die ik ken van op school. En nog andere zangers, Dillies, Lani. Shari zit er wel later bij gekomen. Ja. En hebben we dat project zo vormgegeven met veel vocals en synths en beats. Het is sowieso wel ontstaan door zo zelf wat ideetjes te maken en die dan rond te sturen naar iedereen. En nu schrijven wij met z'n allen zo wat samen. Ik geef meestal wel een aanzet. Ja. En hoe oud was je toen dat die ideeën zo een beetje beginnen ontstaan zijn? Dat was in 2016. Hoe oud was ik toen? We gaan dat laten. Je moet het niet uitrekenen. Is oké. Okay. Maar jullie zijn dan samengekomen. Voelden jullie direct een klik? Of hoe lang heeft dat geduurd? Wel, het toffe is eigenlijk dat de allereerste song dat wij samen hebben gemaakt was Hatchie echt. Ja. Echt het allereerste wap-feit van Jackie Jam ook gewoon. Dus dat was wel direct, we hadden wel allebei direct iets van oké, deze is wel nice. Ja, dat had dan iets gemaakt en ik kreeg het dan terug en was van oké. Ja, je weet niet wat je song gaat doen, natuurlijk. Mm-hmm. Dat heeft wel wat teweeg gebracht. Maar toen was dat gewoon aan mij. Dat is een goede nummer. Ja, want jullie hebben ermee meegedaan met de nieuwe lichting. Wat heeft dat betekend voor jullie als band? Dat is een stinkend rijk geworden. Nee, vooral qua live spelen was dat echt wel. Heel veel shows het gehad. Ja. Ja, want ik kan mij voorstellen, als jullie voor zoiets inschrijft. Jullie hadden toen één nummer of hadden jullie er al meerdere? We waren er al meerdere. Oké. En jullie hadden toen al ook in een repetitiekot gestaan met... We zijn een band dat heel weinig repeteren, dus we hebben niet zoveel in een repetitie ook al gespendeerd. Maar tot nu toe strikt geheim. Vanaf nu niet meer. Ja, sorry. Ben ik eens de vraag kwijt. Ik had hier een vraag in elkaar gevlamd van hoe was de eerste keer repetitiekot? Was dat speciaal? Maar nee, dus... De eerste keer repetitie, daar was ik eigenlijk niet bij. Ja, ik herinner me nog wel mijn eerste repetitie. En het vertrekt wel altijd zo van de stemmen. Hè. Daar, dat vinden we wel superbelangrijk, dat goed blendt, omdat we met zoveel zijn ook op podium. Mm-hmm. Dus dat moet wel goed zitten. En dan voel ik wel direct van, deze is wel echt heel tof en dat blendt wel. Mm. Ja.
En is dat altijd met alle leden dat jullie samen repeteren, of is dat zo? Zelden. Ja. Ook omdat we met zoveel zijn. Ja. Het wordt ook al gesplit door vocal repetitie en in instrumenten repetitie. Ja. En hoe lang duurt het dan zo, eer dat jullie ingespeeld zijn op elkaar? Soms is dat van 2 keer doorspelen en soms dan zijn we ze wel aan het zoeken of aan het bijschouwen. Wat dat ook helpt is dat het is altijd wel een heel gezellige bedoeling, de repetities. Ja. Dan is dat ook toch iets handiger om samen te werken en samen tot een sound te komen. Ja. Want jullie zijn in het echte leven dan ook vrienden, vermoed ik? Nee. Ik haat het om. Een paar mensen wel. Maar waren jullie al vrienden ervoor? Of hoe hebben jullie bijvoorbeeld Charry leren kennen? Of heb jij hen leren kennen? Ergens op een festival. Jij moest DJ's doen. Ik wist dat jij zangeres was. En ik dacht, want er was bij ons iemand weggegaan. Ja, we hebben toch nog iemand echt gezien. Ik ben gewoon gevraagd, van, kun jij eens komen proberen? En dat was dan een match. En is het niet moeilijk, als je zo met 10 bent, om beslissingen te maken? Wie heeft zo de eindbeslissing? Wie is een baas eigenlijk? Dat zijn meestal de... Dat wordt zo wat doorgegeven. Met 2, denk ik wel. Hè? Dat is waar, maar meestal wordt hij teruggebracht naar echte schrijvers van die een bepaalde song. Ja. Ah, ja, oké. En ik denk dat wij ook wel een redelijk oké verdeling hebben van wie dat wat juist doet. En dan wordt die eindbeslissing ook daar gelegd, een beetje. Ja. Want jullie spraken er daarnet al over, het schrijven. Dat gebeurt samen dan ook altijd? Meestal apart. Ja. Omdat je het gewoon kunt doorsturen. Soms dan stuur ik dan direct naar Dillies, die het er niet bij is, of naar Tom. En dan had Dillies een verse gemaakt en Tom een refrein. Ja. En dan komt dat samen. Okay. Of omgekeerd. Ik kan ook heel moeilijk een nummer schrijven als er iemand zo zit te wachten. Zo. Ja, nee. Ja. En? Ik heb dat wel eens één keer gedaan. Hoor. Eén keer? En er is inderdaad een goede nummer uitgekomen. Want hebben jullie, aangezien dat jullie met zoveel zijn, ik blijf erop doorbomen, maar hebben jullie soms geen ruzies? Iedereen wordt genoeg betaald, dat iedereen tevreden is. Nee, we komen heel goed overeen. Als wij repeteren, zijn we ook eerst een uur aan het babbelen over hoe is het met u en hoe is het met die en zo. Wij staan ook allemaal een beetje in verschillende fases in het leven, precies. Allee, dat lijkt zo. Sommige mensen hebben ouder, sommige wat jonger. Dan is er iemand naar een huis aan het zoeken en iemand anders heeft een huis gekocht. Er heeft al iemand 2 kinderen bijvoorbeeld. Fijn. Ja. Want de nieuwe lichting heeft veel voor jullie betekend. Maar wat vonden jullie zelf van jullie eerste stappen in de muziekwereld? Was dat soms moeilijk of verliep dat zoals gepland? Heel dubbel. We hebben even een label gehad, maar nu doen wij alles zelf. Omdat dat toch iets natuurlijker aanvoelt. En dat we dan echt zelf knop kunnen doorhakken en zelf kunnen beslissen over letterlijk alles. Dat neemt dan natuurlijk mee dat je echt er veel tijd en werk in steekt om dat effectief allemaal zelf te doen. En echt onze stappen in de verdere muziekwereld en zo, dat is ook allemaal super dubbel. Hè? Dat, de ene keer is dat heel plezant en zijn dat heel leuke ervaringen. De andere keer komt er zoiets wat volk tegen dat je denkt van oei, amai, oké, toch capsones hier. Ja. Maar bij jullie niet, hè? Nee. Nee, we proberen dat wel goed weg te steken. Goedjes op de grond. Wat een nieuwe lichting, als we het hebben over jullie eerste stappen in de muziekwereld. Voelen jullie dat een beetje aan als de start van jullie carrière, op een manier? Ik denk dat de muzikantencarrière niet begint als je zo die drive hebt, als je in je slaapkamer al bezig bent. Dan denk dat daar al echt begint. Of... En sinds wanneer is die er bij jullie? Is dat van kind af aan of is dat pas op latere leeftijd gekomen? Ik was 14. Voor mij was dat er wel al, zat dat er al wel vroeg in. Dat ik dat altijd wel doe. Ja. Ja, en dat je dacht van oké, daar wil ik van leven. Ja. Ja, dat is dan zo wat geëvolueerd wel. Hè? Want bij mij is dat nu wel, ik moet daar niet per se van kunnen leven. Ik wil daar zoveel als ik kan mee bezig zijn en ik wil dat leuk blijven vinden. Want ik denk dat als je ervan moet leven, dat er ook een stuk van het plezier moet afgegeven worden ofzo. Dat je toch die stress hebt van oké, ik moet hier toch wat genoeg verdienen om brood op de plank te krijgen ofzo. En die stress, dat hoeft eigenlijk niet. Ja, want jullie vinden nu wel de tijd om daarnaast ook nog te werken. Jullie hebben allemaal nog een andere job dan, buiten de muziek. Ja, zeker. Niet iedereen in de band, maar wij wel. Na de nieuwe lichting is het ook even stil geweest voor jullie nieuwe muziek hebben gemaakt. Had dat een bepaalde reden? We hebben toen vooral heel veel live gespeeld. We hebben echt 2 jaar superveel gespeeld. Dankzij de nieuwe lichting ook echt. En we hebben toen wel heel veel geschreven. En
En ook omdat we niet per se zelf die knopen allemaal konden doorhakken, wij niet direct een tweede EP of zo uitgebracht die daar eigenlijk wel op de plank lag of zo. Mm-hmm. En nu is dat uiteindelijk wel uitgekomen toen dat we op onze eigen benen zijn gaan staan. Niet dat keihard is geblokkeerd geweest door dat label, helemaal niet. Maar het ging toch allemaal iets sneller of zo. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En tussen de twee EP's, hoe zijn jullie geëvolueerd als band? Zit daar een verschil in als je luistert naar de ene EP en naar die tweede? Zeker. De eerste twee EP's die zijn samen geproduceerd met Pascal Oorts van Tape Lab, onze sponsor. En, dat was allemaal in de box, om het zo te zeggen. Dus, nee, Ableton, alles geproduced. En nu hebben we alles uit de box getrokken, dus met echte muzikanten gespeeld. Ja. Het enige dat we hadden was een klik om alles een beetje strak te houden. Maar het was allemaal what you see is what you get, op onze laatste plaat. Ja. Ja, want de thema's die aan bod komen, over wat zien jullie? Een beetje uiteenlopen. Dat is een stom. Versierd door. Ja, als ik schrijf, is dat veel over op café gaan en feesten. En, ja, want het klinkt altijd heel vrolijk. Klopt, ja. Dat is ook, dat is ook wel wat ik. De associatie die ik maak met de muziek die dat Joey maakt. Ja. Ja. En als je zo een doel voor ogen hebt met je muziek, wat zouden jullie willen bereiken? Of wat willen jullie bereiken met jullie muziek? Gewoon goede feestjes maken, denk ik. Dat we zo kunnen beginnen jammen en dat het publiek er gewoon op danst. Ja. Dat dat een toffe avond is. Want wanneer is een optreden voor jullie geslaagd? Een goede vraag. Als er publiek is dat danst. Ja. En als ze niet dansen, dan is dat wij dansen gebeurd, sowieso. Muziek? Ja. Als ze niet dansen, nee, dat is nog niet gebeurd. Liegen is wel fijn, want als je zo de energie dat je zelf geeft, als je dat dubbel zo hard terugkrijgt, dan is het echt wel een goeie show. En dat kan dus ook gebeuren bij shows waar dan maar vijf man staan, wat trouwens ook al is gebeurd. Ja. Natuurlijk. Maar als die vijf mannen ook keihard meegaan, dan is dat even goed als een show van 100 man, 200 man, whatever. Ja. Want als ik bijvoorbeeld naar jullie show zou komen kijken, wat zie ik op het podium? Nu zijn jullie allemaal in het wit. Is dat op een podium ook? Ja. Altijd dezelfde kleuren? Ja, we hebben nu zo die stijl gekozen. En iedereen heeft ook witte kleren gekocht voor die opnames. Dus nu gaan we die gewoon dragen tot dat die... Want hoe bereiden jullie voor op live shows? Jullie zeiden net van, we repeteren niet heel veel. We proberen te repeteren, dat doen we zeker. En dan... dat is het eigenlijk, Nu, als we repeteren, nemen we ook wel altijd alles op. Ja. En dan kunnen we thuis dat herbeluisteren en zo inoefenen. Dus eigenlijk repeteren. En dan in de veronderstelling dat iedereen dat een beetje voor zich neemt. En horen van, dit was goed, dit was misschien wat minder, moeten we aanpassen? Of? Meestal liggen de partij wel strak vast. Als we eens dat we zo gaan opnemen, want dit is nu zo even vastleggen. En dat slaan we dan op voor de referentie als je gaat spelen. En spelen jullie liever voor een intiem publiek? Of bijvoorbeeld liever een wijde naar Rock Werchter, bijvoorbeeld. Naar Rock Werchter hebben we nog niet gedaan. Nee. Ik wil nu naar Rock Werchter, heel graag. Is dat de droom? Waar zouden jullie ooit willen staan? Ja, we hebben zo één show gehad, een toch wel memorabele show op een festival, Campo Solar. Hè. Mm. En dat smaakt dan wel naar meer. Dat was echt superveel volk. Ja. Gevoeld dat de mensen uitgelaten zijn en die massa doet dan wel echt heel veel. De gladiolen was toen ook heel tof. Ja, inderdaad. Mm-hmm. Dus, en dan in de zomer ook nog, met jullie muziek. Ja. Ja. Want dat live gegeven, ik heb de indruk dat dat wel iets vrij belangrijk is voor jullie, want jullie nieuwe project, jullie nieuwe album, het heeft ook heel veel met live te maken. Mm-hmm. Ja, ons album is eigenlijk een volledig live ingespeeld album. Dus alles wat dat er gebeurt, staat op die plaat, ook de kleine foutjes en zo. En dus ja, als je dat album zou horen, dan gaat ons ook zo op podium horen. Ja. We hebben het ook opgenomen, helemaal live, met dus heel de band, met een publiek ook erbij, die daar koptelefoons op hadden, zodat het niet in de opname kwam. In die Blikfabriek in Antwerpen, super inspirerende locatie ook gewoon. En dat maakt wel, dat denk dat album wel, omdat al die componenten heeft, dat het is een super eerlijk album, er is niks. En dat staat wel
heel haaks tegenover onze eerste twee EP's. Daar is echt hard aan gesleuteld en hard aan gewerkt, productiegewijs. En dit album is eigenlijk allemaal op voorhand beslist van oké, het arrangement zit zo, wij nemen het op en het is klaar en daarna wordt er niet meer aan gewerkt. Want hoe belangrijk vinden jullie dat, die echtheid? Ja, voor dit album is dat echt belangrijk. We hebben keihard die kaart getrokken nu. Ja. Die dat we dus niet hebben getrokken de voorbije EP's. En dat was ook in onze liveshows reflecteren dat wel. En dat gaan we nu ook zien. Ja. Mm-hmm. En geeft dat zo geen extra druk van oei, ik heb een foutje gedaan? Integendeel voor mij. Ik was er veel rustiger onder. De keuze is gemaakt. Ja. Die artistieke keuze ligt vast. Dus die klank op de synthesizer. Het is geen tweede extra gitaar of zo. En anders kunnen we nadien altijd gaan aanpassen of zo. En nu was het van, we gaan er afblijven. Of... Want jullie hebben dan drie keer in de Blikfabriek gestaan. Ja. Kiezen jullie dan de beste keer van elke song? Ja. Of? Ja, dat die wel... vrijheid hebben we ons wel genomen. Okay. En ook omdat we dat publiek, zoveel mogelijk publiek, daarbij betrekken. Ja. Maar we hebben dan ook gekozen om niet te gaan kniepen in ene song. Bijvoorbeeld, het refrein daar was kijken, hoe gaan we dat daar? Dat hebben we dan niet gedaan. Ja, okay. We hebben echt song per song gaan kijken. Dat is de beste versie, die komt op het album. Ja, om toch die echtheid een beetje te bewaren ook. Hè? Klopt. Wat kunnen jullie al meer zeggen over het album? Wel een paar dingen, hè. Ja, er zullen 11 nummers op staan, denk ik. Ja. Waarvan dan 2 al gereleased. Waarvan 2 gereleased, klopt. Ja. In juni zal er nog een single komen en in oktober komt het album eraan. Oké. Okay. Ook wel wat gasten op. Daar staan inderdaad special guests op. Mogen jullie daar al iets van zeggen? Dat weet ik niet. Dat durf ik niet. Volg ons op onze socials en ontdek wie onze gasten zijn. Ja. Want jullie hebben er 2 nummers van gebracht ook net. Kunnen jullie daar een beetje meer uitleg bij geven bij de nummers die jullie gebracht hebben? It Doesn't Matter is eigenlijk het traagste nummer. Ja. En het meest ingetogen nummer van het album. Dat was eigenlijk ook al een nummer dat eerder al uitgebracht was, maar dan in de typische... in de vorige EP's. Ja, de vorige stijl eigenlijk. En nu hebben we dat een beetje akoestisch gemaakt en heel ingetogen. En we merkten op liveshows dat dat echt wel werkte. Mm-hmm. Dus hebben we dat in die vorm opnieuw opgenomen. Mm-hmm. En het andere nummer is net uit. Wat moeten we daarover weten? Lime & Sugar Baby is volledig op de zomer geënt. Zon en cocktails. En good vibes en dancing. Dus dat gaat het album ook een beetje zijn. Er staan ook in tegenstelling tot de 2 EP's die al uit zijn. Er gaan wat meer rustpunten zijn ook. Er staat zelfs een ballad op. Voilà, ik geef nog iets weg. Een ballad. Ja, ja, ja. En een epische sax solo. Absoluut. Oef. Voilà, dan weten we wel 1 special guest ook. Ja, ja, ja. Maar dus Lime & Sugar Baby is 1 van de op-tempo beatnummers die er ook zeker nog gaan opstaan. Ja, en het proces achteraf, na het opnemen van die live optredens in de Blikfabriek, jullie hebben alles ook zelf gedaan daarna. Ja. Ja, dus nu is het bij de mixer. Maar we hebben zelf de techniek en zo daar rond gedaan. En dat kun je ook al verraden, dat is de man van Shari, trouwens. Ah. Ja. Steven van Gelder in de Great Oak Studio. Ja, oké. Okay. Ja. En jullie, is het al af? Morgen mogen de boys gaan luisteren, denk ik. Ja, klopt. Oh, de mix checken. Dus, Nee, maar de plaat is af. Het is echt af. Nu willen we vooral bouwen aan een beetje marketing, promo, build-up naar oktober. Ja. Mm-hmm. Ja. Oké, dat is niet zo heel lang meer. Nee, klopt. Ook, als we in de tussentijd ook wat singles krijgen, is dat natuurlijk fijn. Jullie hebben ook gekozen voor een ander nummer, een cover van Harry Styles. Ja. Waarom hebben jullie die gekozen? Ik vind dat een geweldig popnummer. Dat duurt 2,5 minuut en dat knalt keihard. Ja. En ik vind dat zalig. Het heeft ook zo'n soort hoek dat erin zit in dat synth-melodieke. Dat is zo iets dat je blijft zingen. Mm-hmm. En ik hou wel van dat soort oorwurm dat zo blijft hangen. Want, dat zit in mijn hoofd. Dus, maar jullie maken het ook wel heel checky jam. Wat is het ingrediënt? Funk. Nee, ik weet het niet. Ja.
Ja, ik denk dat ze samen zijn ook wel. Hè. Dat is een van onze troeven. Ja, inderdaad. Mm-hmm. En is het iemand waar dat jullie naar opkijken ook, Harry? Zeker. Dus top kerel. Welk parcours? Ja, dat parcours. Als jullie nu gaan kijken naar jullie parcours, op wat zijn jullie het trotste? Op wat jullie al verwezenlijkt hebben tot nu toe? Als een plaat. Nee, van mij. Voor mij ook zeker. Ja, in de live-plaat. Ja. Ja. Het is echt... Het feit dat we dat zonder entourage hebben gedaan, de band heeft er ook enorm veel mee te maken, want die hebben ook veel opofferingen gemaakt, omdat we dus ook bijna geen budget hadden. Dus iedereen heeft eigenlijk opofferingen gemaakt en heeft geholpen en gewerkt waar dat, zijn of haar talent zat. Mm-hmm. En dat is gekomen tot echt een super, super goed eindresultaat. Mm-hmm. En dat maakt het wel echt heel mooi, vind ik. Ja, en iedereen deed het ook echt voor de passie. En dat vond ik echt zalig. Van. Ook als songschrijver, dat muzikanten zo... dat die dat wel invullen met hun talent, want het zijn echt toppers van muzikanten die hebben meegespeeld. Ja. Dat is echt een eer of zo. Mm-hmm. Dat die er ook mee geloofde. En elke identiteit. Dat gaf zoiets meer aan die song. Waar dan de percussionist door Rijmakers last minute erbij gehaald. En die tilde nog eens naar zo'n niveau van amai, zalig dat die daar die percussie op doet. En dat wij nooit echt kunnen verzinnen. Al zelfs hadden we het op een laptopje gemaakt of zo. Of meer, ja. Minder Sinti laten klinken, maar zoals dat nu is, daar hebben wij nooit op gekomen. En dat is zo zalig dat er iemand is die met zijn talent daar kleur aan geeft. Mm-hmm. Maar passie, dat is wel iets dat terugkomt bij jullie, hè? Ja. Is Jackie Jam een project waar dat jullie willen mee doorgaan tot in de eeuwigheid, zeg maar? Dat hebben we echt letterlijk al vaak tegen elkaar gezegd. Ja? We gaan er nooit mee stoppen, hè? Nee. Dat blijft gewoon goed. Ook ervoor schrijven en zo. Zien we waar het dan uitkomt of hoeveel mensen dat er nog bij blijven of bijkomen. Het is belangrijk dat het tof blijft. Het mag geen verplichting worden ineens of zo. Of het moet leuk blijven. Ja. Ja. En dat gaat het ook zijn. Hè. Dit jaar al met een nieuw album. Kijken we allemaal naar uit. Merci om hier te zijn. Shari, Joey, Tom. Graag gedaan. Het was heel fijn om jullie hier te hebben. En last but not least, in de laatste aflevering ontvangen we een R&B-talent van eigen bodem, Lina. Tot dan, tot Front Row.